Dit is Marikus van RTV Focus en vandaag staat alles in het teken van het Herman Brood Museum. Want er wordt een heel tof benefietconcert gegeven. We gaan nu naar Ivo de Lange toe en we laten hem even het verhaal doen van dit bijzonder mooie initiatief. Ja, we staan hier voor het museum, het Herman Brood Museum, wat vandaag officieel geopend wordt in Odeon, hiernaast, in het theater, wat gepresenteerd wordt door Johan Derksen. En René de Heer, of wethouder, die gaat wat zeggen. En we hebben natuurlijk een waanzinnige goede band van Hans van Veijer. Met onder andere Jimmy Bell Martin, die de Voice Senior gewonnen heeft. Erwin Java van QB The Blizzards. Bennis Borgers, onder andere van meerdere bands, heel veel met Brood samengespeeld. Sweet de Buster uiteraard. En we hopen er een leuke middag van te maken. Nou mensen, het is een volle gang hier. En we gaan nu binnenkijken waar het gaat gebeuren. In het Odeon natuurlijk. Hartelijk welkom hier vanmiddag. We hebben een heel mooi programma, zowel voor als na de pauze. We hebben een hele leuke meneer van de gemeente. En even Henk Jan Meijer welkom heten als burgervader hier van Zwolle. René de Heer is de wethouder, die gaat u zoiets vertellen, ook over het museum, het ontstaan. En René de Heer die zal dan Johan Derksen introduceren om u de rest van de middag bij te praten. Over spannende experimenten. En een heel klein beetje ernst en inhoud. En dan is om te denken, wat zijn dat nou weer voor woorden? Dat zijn woorden die wij gebruiken voor het cultuurprofiel van onze stad. Vond je? Ja, ik vind het echt fantastisch. Ik heb echt genoten in de zaal. Ja, ik word ook maar misbruikt voor dit project hoor. Ja, maar dit was toch ook jouw idee? Nou, het was niet mijn idee, maar ik vind het wel een goed idee. Ja. Dus het had mijn idee kunnen zijn. Ja, precies. Ja. Helemaal leuk. En wat hoop je te bereiken? Nou ja, we hopen natuurlijk dat iedereen op een ordinaire wijze zijn portefeuille trekt. Want ja. Ja, we hebben gewoon geld nodig om het van de grond te krijgen. Ja. En het is allemaal niet voor Ivo, maar het is voor de stad Zwolle. Want de stad krijgt er toch meer uitstraling door zo'n mooi museum van een jongen van deze grond. Nou Johan, ik wil jou echt super bedanken voor dit interview. Het was kort maar krachtig. En ik hoop dat de stad Zwolle, de zoon van Zwolle, heel veel gaat sponsoren na vanavond. En ik wil er nog even aan toevoegen dat het de hoogste tijd wordt dat het gemeentebestuur van Zwolle in actie komt om een plein of een straat naar Herman Brood te noemen. Maar waarom heet zo'n straat niet gewoon de Herman Broodlaan? Hè? Ja, precies. Het is zo'n kleine moeite. Ja. En het beeld dat moet ook ergens komen, gewoon in de stad. Nou ja, het beeld moet natuurlijk in de buurt van het museum komen. Ja. Een beeld heb je nooit te veel in een stad. Nee, klopt. Er moet een straat komen. Ja. En de naam moet gewoon voor eeuwig komen. Ja. In de stad Zwolle, want dat verdient Herman Brood. Maria, vertel. Waar kunnen de mensen zich geld doneren? Voor degene die er vandaag niet bij kon zijn, kun je namelijk bij ons op de website terecht. www.hermanbroodexperience.nl. Of kom gewoon naar het museum. En daar kun je natuurlijk ook gewoon vriend worden van het Herman Brood Museum. Ja, natuurlijk. Ik voel me heel verbonden met Zwolle. Vanwege natuurlijk de directeur of degene die het allemaal opgezet heeft van het Herman Brood Museum. Hij heeft Herman heel erg gesteund in moeilijke tijden. Maar hij heeft ook mij heel erg gesteund in moeilijke tijden. Dus ik ben hier gewoon omdat ik dit helemaal support. En het is natuurlijk recht naast het museum de fundatie. Dus het is het toekomstige Herman Broodplein waar we nu zitten. Ja, en ik denk dat dat heel goed zou zijn als Zwolle daadwerkelijk gaat doen. Dus top voor het museum. Nou mensen, wij van RTV Focus mochten erbij zijn vandaag. Het mooie benefiet van Herman Brood natuurlijk, georganiseerd door Johan Derksen en door Ivo de Lange. Helemaal te gek. En wat Rob Scholten net al zei en wat Johan Derksen toen straks zei, hier moet gewoon een plein komen.
komen, jawel, een Herman Brood Museumplein. Hier gewoon, bij de fundatie en hierachter bij het Odeon. Dus, dat moet er gewoon komen, hè? Hier. Ja, hier. Dit hier plein. Mensen, dit plein. Nou, dit was RTV Focus en ik zou zeggen, volg ons, de leukste zender van Zwolle, Overijssel. Doei!